welkom bij weer een nieuwe video. Dit is een wat andere opening dan normaal. Normaal doe ik het op redelijk professionele wijze en nu doe ik het heel even zo. Ik sta namelijk op het punt om te vertrekken naar Nederland. En ja, ik ga daar fijn naartoe, naar mijn familie. Die staat op mij te wachten zometeen om kerst te vieren. Gezellig in Nederland en oud en nieuw. En dan kom ik daarna weer terug hierheen. Ik heb afgelopen week nog weer van alles gedaan en meegemaakt en gezien. En ik zit helemaal in de kerstsferen. En waarom dat is, dat ga je zien in deze video. Dus heel veel plezier met kijken. Het is vandaag 18 december, dinsdag. En het is koud, maar het is zo mooi weer. Dit is mijn ene laatste dag voordat ik weer naar Nederland ga. Rustig maar, het is wel tijdelijk. Dat moet ik ook tegen mezelf zeggen. Rustig maar. Het is maar gewoon even voor de kerst en voor oud en nieuw. Maar het is ook wel een beetje een gekke week. Want we moeten gewoon heel veel doen nu dat we allemaal weggaan. Want ik ga dan naar huis voor de feestdagen. Pia gaat naar huis voor de feestdagen. En Anne, mijn stagiaire, die gaat dus... Ja, die heeft morgen echt de laatste dag. En daarna gaat ze blijvend weer naar Nederland. Echt, heb ik echt moeite mee. Vind ik echt heel jammer. Mijn hoofd zit toch gewoon... gedurende de dag wel echt heel vol met van alles dat ik eigenlijk niet eens zie wat er allemaal omheen hangt en te zien is. Maar ja, weet je, het kan niet altijd feest zijn. Ja, werken hoort er ook gewoon bij, jongens. En dat is ook heel goed. Daar leren we van. Dan word je lekker hard van. Katie die draait echt hele lange dagen op dit moment. Het is natuurlijk... wat betreft verkopen, ook het belangrijkste moment van het jaar. Want ja, iedereen wil natuurlijk kerstcadeautjes nog last minute en zo. Dus het is heel druk in de winkel. Maar ja, dat houdt ook in dat er wel wat meer op mijn bordje ligt. En dit moet wel even duidelijk zijn voor de mensen die in de winkel werken. Wat ze dan allemaal moeten posten. Want ik moet zeggen, daar zijn niet zulke techneuten, zeg maar. Je merkt ook als je op de pagina's en zo van Amerikanen kijkt. Het ziet er heel anders uit. Die gebruiken ook echt nog de Instagram filters. Ja, dat doe ik echt al jaren niet meer. Dus het is heel grappig. Die hebben nog niet... nee, die zijn niet echt bekend met VSCO en dat soort bewerkingsapps. Dus geinig feitje. Ik zie dus echt overal UX. Overal. Dragen jullie nog UX? Ik heb dus weer een nieuw paar besteld. Zilveren met glitters. Dacht, hè? Maak het even lekker extra. Zijn UX nog fashionable? Of is het zeg maar fashion? Met F-A-S-H-U-N. Ik weet het niet. Ik vind ze vooral gewoon heel erg comfortabel. En ik moet zeggen dat deze dagen voor mij ook niet echt meer gaan om er heel erg charmant uitzien. Niet dat ik er sowieso echt heel veel om geef dat als iets uit de mode is dat ik het dan niet meer aantrek. Nee, zo ben ik niet. Als ik het leuk vind, dan trek ik het gewoon aan. Dan vind ik sowieso dat je dat moet doen. Zo, staat hier iemand even een paar schoenen in te sprayen. Ik word er helemaal high van. Lekker bezig, vrouw. Het is vandaag woensdag en het is mijn laatste dag werken voor kerst. Maar het is ook Anne's laatste dag bij ons. Ja, super jammer. Dus we zijn even met z'n drieën. Happy ya! Zijn we even lunchen bij een... hummus place. Oh mijn god, ga jij nou hummus eten? Gewoon alleen maar... Yes, that's me. Thank you. Wij zijn onze laatste dingetjes aan het doen. En Pia is morgen helemaal alleen. Dus ik zit allemaal zielige liedjes voor haar te draaien. All by myself van Celine Dion en zo. Hey Pia, this will be you tomorrow. Nou, we zitten op de wallen. Nee, maar zo lijkt het wel. We zitten bij het Empire Hotel van ons Chuck. Boven op het dakterras. En die lampen daarvan.
Die zijn zo fel rood dat het, ja, het ziet er bijna uit alsof er hier het een en ander af wordt gehoereerd. Maar dat is niet zo. We zitten even aan een wijntje te vieren dat ik vakantie heb. Yeehoe. En we proosten even op Anne. De vertrek was wel een leuke dag, hè? Zo. We hebben lekker geluncht en we hadden nog cadeautjes en we hebben cupcakes gehaald en van alles. Dus nou, ik ga je wel heel erg missen. Ik heb ook mijn maandelijkse traanactie weer gehad. Ja, je had echt een lekkere ugly cry, moet ik zeggen. Ja, dat was het. Je man, wat je in de film ziet. Nee, maar hoort erbij, weet je. Dit ken gewoon. Maar proost. Kijk, dat is makkelijk, hè? Ze woont in Nederland. Dus je kan die gewoon opzoeken. Dat is toch wel lekker naar Breda. Lekker naar Bredaatje? Dat is toch wel weer gezellig. Het is donderdagavond en ik ben net uit een 60 minuten durende massage. Ik moet zeggen, we waren bij zo'n Aziatisch massage-salonnetje. En ik moet zeggen, die dames die kunnen wel kneden. Alsof ze een appeltaart aan het bakken was in gefrustreerde toestand en boos was op het deeg. Die meid. Mijn god. Maar het zit allemaal weer even lekker los en dat is op zich fijn. 60. Ik moet nog even een beetje bijkomen. Eten, dat is het. Eten. Iemand vroeg vandaag, waarom heb je je pyjama broek aan naar je werk? Nou, bedankt. Ik vind het toevallig een heel leuk pak van Another Stories. Maar thanks voor de feedback. Mensen, het is vrijdag. Het is vandaag een hele donkere dag buiten. Ik moet echt de ISO-waarde van de camera op z'n allerhoogst zetten om een beetje licht te kunnen vangen. Ik ben aan het inpakken. Daar ben ik eigenlijk al een paar dagen mee bezig. Maar elke keer als ik wegga, dan besluit ik om mijn hele kamer ook meteen op te ruimen. Dat doe ik wel wekelijks, maar echt opruimen, zeg maar. Dus ik ben echt overal doorheen aan het gaan en allerlei dingen aan het uitzoeken. Want nu moet ik dat toch doen. Ik neem een aantal jassen mee. Jullie commenten heel vaak. Hoeveel jassen heb jij wel niet? Ja, ik heb heel veel jassen. Nu heb ik echt een jassentik. Ik heb hier heel veel jassen ook in de kast hangen. En ja, die kast die hangt, dus daar past dus ook gewoon verder gewoon niks meer bij. Dus het zou op zich ook wel fijn zijn als daar even wat uit kan. En ja, ik weet niet of je dat kan zien, maar ik heb dus ontdekt dat Kees & Co. op Videoland staat. En ik heb dat vroeger echt zoveel gekeken. Ik was sowieso vroeger heel erg fan van Simone Kleinsma. Ja, nu dat het dus weer op Videoland staat, ben ik weer alle seizoenen aan het kijken. En ik hoorde ook dat er een nieuw seizoen aankomt binnenkort. Dus ik ben heel benieuwd. Oh ja, en ik heb nog iets leuks. Dit is een stapel met foto's. Ik realiseerde me namelijk dat ik eigenlijk al mijn foto's op mijn telefoon heb staan. En dat zijn er, om precies te zijn, ja, dat is echt heel erg. Maar ik heb 35.000 foto's op mijn telefoon. Ik zit heel tijd aan mijn hoofd te krabben alsof ik luizen heb. Maar dat heb ik niet hoor. Dat is gewoon een soort van tikje of zo. I don't know. Eigenlijk is het zoveel leuker om je foto's gewoon te printen. En dat je ze gewoon echt kunt laten zien aan iemand. Want dit zijn ook vooral foto's die niet op Instagram staan. Het machinegregor. Oh, deze staat toevallig wel op Insta. Toen ik mijn tattoo liet zetten. Demi. Oh, het zijn er zoveel. Hier ook gewoon dit. Random. Lekker de bloesem, jongens. Mike. Verjaardag. Dingen. Toen ik heel charming hier op het dakterras aan het genieten was van de zon. Nou, die staan allemaal wel op Insta. Tuurlijk. Dan zeg ik dat ze niet allemaal op Insta staan. En dan is hetgene wat ik tegenkom wel wat er allemaal op Insta staat. Meid. Lekker ding. Ik heb deze gekocht bij de Urban Outfitters. Dit heet de 5 Minute Journal. Heel leuk boekje waarin je 's ochtends opschrijft wat je doelen zijn die dag en zo. En 's avonds, als je in bed ligt, is de bedoeling dat je opschrijft de drie leukste dingen die gebeurd zijn die dag. Schrijf dingen op. Het is echt leuk om later terug te lezen. Oh, het is nou wel echt erg. Hier, Simone Kleinsma. Het hoofd die vertelt gewoon de situatie hier in mijn kamer. Oh, 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 jongens. Oh ja, en dit is ook echt een hele goede aankoop geweest een paar maanden terug. Dit is een Friends Trivial Pursuit ding. En
tot nu toe wist ik alle antwoorden op alle vragen. Best knap. Sowieso is dit vandaag heel charmant. Ik loop in mijn New York trui van Brandy Melville. Die zit echt heel lekker en dat ritje is gewoon ideal. En dit vieze broekje, alles zit in de was. Althans, hier ligt nog een hele stapel wat in de was moet, maar de broeken zitten in de was. Het is gewoon een off day, jongens. Ik weet niet hoor, maar als je buiten kijkt... Ik ben buiten. Ga even wat laatste boodschapjes halen. En het is zo gek, want het is 15 graden. Ik heb geen idee waarom ik een sjaal om heb. Het is gewoon 15 graden. Ik snap er helemaal niks van. Het is wel een beetje viezig weer. Een beetje nattig. En het is zo mistig dat gewoon de hele Empire State Building gewoon verdwenen is. Mijn baby is gewoon weg. Die hoort normaal hier te staan. Maar door de mist gewoon niet te zien. Let's escape the gray. And let the colors ring. Turn the shit we do and our words into pure reality. We're invincible. Trust in me. We're invincible. We're invincible. Ik merk wel dat de stad langzamerhand een beetje aan het leegstromen is of zo. Heel veel mensen gaan weg. Ik vlieg zelf aankomende zondagavond en ik heb dan de red eye vlucht. Dat is altijd heel fijn, dan ben je de volgende dag helemaal gaar. Ik kom dan rond 11:30 aan in Nederland. Volgens mij ben ik er iets van 12 dagen of zo. Dus ik weet nog niet helemaal zeker of dat er volgende week weer een video is. Maar dat zien jullie vanzelf. En daarom is het dus handig om te abonneren. Want dan weet je gewoon precies wanneer er eentje is. Ik film dit overigens met mijn powershot. Mijn Canon powershot. Dat is gewoon dat handzame vlogcameraatje dat iedereen gebruikt. Normaal gesproken film ik met zo'n grote spiegelreflex. Maar dat ding dat weegt nogal wat. Ik ben benieuwd of jullie echt verschil merken tussen deze camera en die andere. Let me know. Ik ben er straks nog even omgekleed en aangezien ik hier nu een fatsoenlijke spiegel heb om dat te kunnen laten zien. Daar gaan we. Deze oorbellen zijn volgens mij van Kate Spade. Weet ik niet 100% zeker. Dit jasje is van Second Female. Deze top is van de H&M van een hele tijd geleden. En jeans Levi's. En mijn eeuwenoude Vans. Ik kan echt niet geloven hoe heet het is in deze badkamer. Maar ja, alle verwarming staat overal nog aan. En met 15 graden, dan tikt dat wel een keer aan, zeg maar. Ja, ik vind dit dus heel leuk. Ja, ik heb echt verkeerde BH onderaan. Willen jullie zien hoe ontzettend asexy dat ik ben soms? Kijk even. Ja. Ik vind wel leuk, moet ik zeggen. Alleen, ik moet even een strapless BH onder of zo. Ja, blijft niet veel over zo, maar ik vind het wel echt heel mooi. Laat even hieronder weten welke jullie het mooiste vinden. Deze of die vorige. Het is 9:30 s'avonds en ik ben met twee meiden helemaal ver in Brooklyn. We hebben net iets minder dan een uurtje in de metro gezeten. En we zijn onderweg naar Diker Heights. En dat is zeg maar het kerstspektakel van New York met duizenden lampjes. Als je het ook op internet opzoekt, nou ik word er helemaal gelukkig van. Brengt je helemaal in de Christmas vibes. Jongens, dit is zo ontzettend extra, maar zo ontzettend leuk. Ik moet ook heel erg denken aan die scène uit New Girl. Dat was dan weliswaar in LA. Maar ik moet er wel echt aan denken dat ze daar in die straat staan met die lampjes en zo roepen: turn on the lights! Ken je dat? Nou, dat gevoel heb ik hier ook een beetje. Het is gewoon Disneyland dit. Ik meen het. Oh, wauw. Ja, decoreren kunnen ze wel, die Amerikanen. Kijk nou, al die details. Oh. Ja, schat, als je kijkt,
Dit gaan wij later ook doen. Het opzetten ervan wordt wellicht een soort Tini en Lau scène. Met alle struggles die erbij komen kijken. Maar ik wil dit ook zo ontzettend extra. Je kunt je gewoon niet voorstellen dat hier mensen wonen. Echt? Echt? Een assenpoesterkasteel. Was ze morgen dan? En nu is het dus zondagavond. Het is 5:00 PM. Het wordt al donker buiten, vandaar ook dit lelijke licht. Ik heb alles ingepakt. Het was nog weer even een struggle met de kilo's. Ik ga natuurlijk steeds weer spullen van hier alvast naar Nederland brengen. Maar ik zat er heel erg overheen, dus ik moest weer allerlei dingen eruit halen. Dat is inmiddels gelukt. En nu ga ik even heel hard naar de Sweetgreen rennen voor een salade die ik zo meteen op vliegveld kan eten. En ik ga hierbij dus ook de video alvast afsluiten. Jullie gaan of volgende week of de week daarna een vlog van mij zien. Hangt er een beetje vanaf hoeveel materiaal dat ik bij elkaar krijg in Nederland. Want ik wil ook gewoon wel graag even lekker gaan genieten van mijn familie. En het samen zijn in plaats van alleen maar bedenken of ik wel genoeg beelden en zo heb. Ik wil jullie hoe dan ook alvast een heel gelukkig nieuwjaar wensen. En als jullie deze video zien, dan heb je dus al kerst gevierd. Ik hoop dat jullie een hele fijne kerst hebben gehad. En dat het nieuwe jaar voor jullie een hele hoop mooie dingen gaan brengen. Gaat brengen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Doe nog even je blauwe duimpje omhoog. En abonneer je nog even als je dat nog niet hebt gedaan. En ja, ik zie jullie in het nieuwe jaar weer. Bij de volgende video. En die is dus geschoten in Nederland. Dankjewel voor het kijken nogmaals. En tot dan. Dikke kus van mij uit nu nog New York. I'm blue.